Hallo iedereen, mijn naam is Noah. Ik ben 25 jaar. Ik heb mijn Tao Healing Hands ontvangen vorig jaar in december. En ik ben geslaagd als gecertificeerde Tao Healing Hands healer. Ik denk dat dat was ergens in januari. Dus hoe heb ik dat allemaal ervaren? Wel, ik ben geboren met een aandoening dat heel moeilijk onder controle te krijgen was. Dus ik ben 25 jaar. En ik moet weten, ik was altijd op zoek naar manieren om mijn gezondheid anderzijds gewoon stabiel te krijgen. Ik was altijd maar aan het zoeken en aan het zoeken. En dan kom ik bij het Tao Center van Antwerpen. Waarbij dat zij mij gezegd hebben dat ik via mijn energie... Maar eigenlijk op een bepaalde manier dat ik mijn energie kan upliften, waardoor ik bepaalde negatieve informatie of zaken dat eigenlijk een lage trilling hebben in mijn lichaam kan gaan transformeren en kan brengen naar een hoger niveau. Bij mij was dat mijn longen, dat was vooral ook mijn darmen en ik ben daarmee aan de slag gegaan. Mijn longen doen het fantastisch goed. Mijn darmen stap voor stap worden beter. Ik moest daar heel zware medicatie voor nemen. Nu kan ik dat doen op basis van Ayurvedische kruiden. En mijn Tao Healing Hands, wat een verschil. Voor mij is dat een verschil, want ik ervaar daar al jaren problemen mee. En sinds ik gestart ben met mezelf healings te geven, is dat een enorm verschil. Een enorm verschil. Ik moest vaak naar het ziekenhuis gaan, omdat ik obstructies had. Dus dat betekent dat alles komt vast te zitten. Of dat uw darmen gewoon zelfs in de knoop liggen. Ik heb het al maanden niet meer gehad. En als ik dan eens moest gaan, dan was het maar gewoon één nacht en ik kon al terug naar huis gaan. Dus dat is een super, super mega groot verschil. Op vlak van relaties, ik heb altijd een moeilijke relatie gehad met mijn mama. Ik zie haar dood graag, maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk, vooral de communicatie tussen ons is heel moeilijk. En ook dat is een enorm verschil. Ik heb heel veel... Ja, blessings gedaan, de relatie tussen mama en mij bijvoorbeeld. Kei groot verschil. Ook qua financiën zijn er ook allemaal dingen op mijn pad gekomen die ik niet had. Heel groot verschil. Maar vooral voor mezelf kan ik het echt aanraden. Want waar dat ik voelde dat ik stagneerde, is dit... Ben ik echt beginnen stappen zetten. Eerst kleine stapjes en nu neem ik grotere en grotere stappen. Ik ben meer bewust van mijn eigen lichaam. Meer bewust van wat dat er fout is. Ik kan ook al gaan aanvoelen van oké, ik ga een blessing daarop geven. Of oké, ik ga een blessing daarop geven met een resultaat. Ik had daarnet heel veel last van sinuspijn. Blessing gegeven. En ik zeg niet dat het weg was. Maar de pijn verminderde drastisch. Waardoor ik gewoon kon functioneren. Dus naar mezelf toe... Een heel, 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 heel groot verschil. Dus dank je wel, Rachel. Dank je wel ook aan Master Sha, dokter Master Sha. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor.